Jongens, het is een paard, man. Shop houden. Hoi. Heb je alleen wat uitladen, kan dat? Ja. Wat oude jassen gevonden. Oude kringen. Bij de kringen. Jongens is voor mij een middel om me uit te drukken. Dat is mijn passie, dat is mijn alles. Daar leef ik voor, dat is mijn leven. Je eet de jongens, je sliepen de jongens, je bent altijd bezig met je vak. We hebben wel een doel, hè? We zijn wel met een thema bezig. Wat is dat migreren? Dat vind ik wel de onderliggende emotie van dit project. Dat we net zomaar wat doen en dat we er, nou ja, geen thema aan verbinden. Maar zodra er iets, een concept aan jou, dan had het een diepere laag. Grenzeloos is een community dance project. Het is onderdeel van het Europese Let's Dance. In Ljouwert doen ze 10 professionele jonge dansmakers uit de stal van Gritine Molenbuur theatre met een lietse 40 meest onbetoefde dansers van 50 jaar en ouder. Jong en oud verenigt dus in één thema, migratie. Goedemorgen. Na 5 maanden hard werken is het bijna zover. Er komen vandaag bezoekers. Dat krijgt wel een andere dimensie daardoor. De vluchtelingen komen vandaag. En ik denk dat dat wel na afloop even, als we daarmee in gesprek gaan, wel bijzonder wordt. Ook om hun verhalen te horen en hoe dat dan, wat hun dit heeft gedaan. De fase waarin je wat moet bedenken. Maar het maakt zo simpel. En toch zo leuk. Zo simpel en zo leuk. Jeetje, nog wat. Dit wordt wel even een dingetje.
Jee, nee. Nog eens. En waar zie ik het nou om? Ja, om de eenvoud. En de muziek is onregelmatig. Dus ik maak nu 46 mensen tagelijk hetzelfde daarlitten. En daar ben ik natuurlijk profs bij, maar daar ben ik meestal niet aan de Noordongse. Dus muziek kijk naar iets wat intensiteit jou, dus een soort warmte. Ik wil eigenlijk dat ze zou beginnen. Misschien met ze simpel even naar van de shin. En dan rennen ze weer om de stoel heen. En dan gaan ze zitten, maar ja, een draai. Dat klinkt een beetje raar. Zo moeilijk voor die oortjes. Nee, het echt zo. Maar zo minimaal, maar minimale middelen maak je wat moois, maatje. Dus je, ik zei ze, ik doe de trucendoos even, hè. Dus hoog en laag en de ene groep die kant uit en de andere groep die kant uit. Bij trooien wat effecten krijgen. Ik ken niet persoonlijk vluchtelingen. Ik heb wel, toen ik heel jong was in Tjemarum, toen kwam daar een AZC. En toen ben ik voor het eerst in aanraking gekomen eigenlijk echt met vluchtelingen. En ik weet nog, ja, ik vond het heel mooi of zo. Ik vond het fijn dat ze hier dan konden zijn. Maar dan wou ik ook dat ze het fijn hadden. En toen, ik weet nog dat er een meisje was. En dat ik las dat laatst toevallig terug in mijn oude dagboek. Dat ik zag, ik wou zo graag vriendinnen met haar zijn. Maar ja, ik kon niet met haar praten. Dus, en toen had ik ook opgeschreven, maar we hebben wel naar elkaar gelachen. Ik heb heel veel verhalen gekregen en dat heb ik een beetje bij elkaar gepakt. En die thema's gaan we ook verwerken in de choreografie. Ietsje, we hebben zo ietsje. Daar is ietsje. Ik hou die even het stikje, nou was ik raar als een stukje het vertelst. Wat mij naast zichtbaar geweld misschien wel het meeste aangriept, binnen de lietse dingen. Dat mensen jarenlang in vluchtelingenkampen zitten. Vier hier op een paar vierkante meter bijgelijks. Geen tel van hun celza. Vrouwen en famkes broekt worden om tijd en lusten te deertjen. Oké, hoe hoog kan ik? Hoe hoog kan ik? Oké, goed zo. Oké, kijk omhoog. Kijk naar waar je rijdt. Kijk naar waar je rijdt. Oké, en ontspan je armen. Ik moet altijd denken aan dat beeld van dat jonkje die levenloos uit de zee visken waar. He, die dus met zijn hart en mem op een vlucht wie. En dan denk ik om mijn eigen Beppe Caesar, die dik zo hard is. En dan denk ik, nou, daar kun je een voorstelling van maken. Als ik daarom denk, dan... Nou, dan kink ik super wel binnen te goelen, want he, dan denk je van, moest je dat zelf eens gebeuren, he? Maar zo'n been, dat je zo'n been kwijtraakt, nou, dat is bijzonder. He, dat is niet voor te stellen, ja. Maar het gebeurt wel. En he, nou ja, die hoort de dag, elke dag. Oké, stop maar hoor. Go! Niet wachten! Doe maar! Volg ze! Er zijn momenten dat wij heel goed draven moeten, dan ben je op de vlucht. En dan krijg ik kippenvel, want dan voel ik mezelf vluchteling. En het is wel de angst van, want voornamelijk de ouderen, ben heel wat aan het spelen echt. En dat is wel mooi om te zien. Go! Angst! Vluchteling, dus je verloren je woning niet,
Maar je thuis is je kasteel. Het is je basis. En hoeveel je kunt dragen. Je heeft alleen één koffer te meenemen. Of twee koffers. Nee, het is... gelukkig maar, wie heeft daar niet zoveel mee te maken. En voor dat grote stap te doen, voor het te goed begrijpen, is ja, soms niet realistisch. In hoeverre gaat een artistieke vertaling van zijn thema nog wel over de realiteit? Om hier een antwoord op te krijgen, komt een Lietse groep vlechtelingen te zien bij een repetitie. Ze komen uit Syrië, Irak en Eritrea. Alle vijf hebben ze een reis achter de rug die bekend staat als de Death Trip over de Middellandse Zee naar Europa. Bij het begin van de voorstelling dan hebben we de koffer inpakt en dan weer staan. En dan nemen we afscheid van alles wat ons leven is. En dat is zo'n brok in de keel moment. Benieuwd hoe zij het gaan vinden dan. Ja. Ja. Want kan er daar twee kanten op gaan? Het is totaal niet vergelijkbaar met wat wij daar staan te doen. Wat die mensen in het echt beleefd hebben. Maar dat je toch een beetje dat gevoel overbrengt. De desolaatheid. Dat. Ja. Ik vind het van de ene kant prachtig dat ze komen. En ik hoop dat ze nou net de volle... Ja, ze mij natuurlijk wel emoties hebben, maar dat het ik weer net de volle emoties van hun oproep die chasseer door. Misschien herkennen ze zich er helemaal niet in. Of juist wel. Dat vind ik heel spannend.